Suriname voldoet niet aan de WHO en PAHO-standaarden om de dekkingsgraad van artsen per 10.000 inwoners te garanderen. Dit heeft minister Antoine Elias gisteren bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Om hiervoor een tijdelijke oplossing te vinden, zijn er Cubaanse artsen naar Suriname gehaald. Volgens WHO, je moet op een bepaalde dekking. Per 10.000 inwoners, je moet ongeveer 10 artsen. En Suriname, nono de, is voldoet naar 0,8 per 10.000 inwoners. Dus, een regering, want jouw oplossing. Daarom de manchaar Cubaanse artsen konen in Akondre. De Cubaanse artsen die naar hier zijn gekomen, zijn niet zomaar gekomen. We zijn naar statistieken gaan kijken. En natuurlijk, de afgelopen maanden ben ik ontzettend vaak in het binnenland gegaan. En elke keer was er Otewan datra odeja, Otewan datra odeja. En anderen maakten berekenen, if you put one datra ja, dan kan je dat tra, pim pim dorputu. En natuurlijk, de regering gaat ervoor dat ieder niet alleen over water beschikt en elektriciteit, waar ook ze van Suriname zijn, maar ook gezondheid en dat er artsen daar fysiek zijn. Ik wil u het PAHO-rapport even, u mag een complete versie van ons hebben. Ik wil u even enkele cijfers geven. En helaas, per 10.000 inwoners scoort Suriname volgens statistieken van de PAHO het slechtst. Wij zitten op 0,8 artsen per 10.000 inwoners. Kampioen zijn Sint Maarten en Cuba met 82 artsen per 10.000 inwoners. En dan eerst volgende die het slechts scoort is Uruguay met 2,4 artsen per 10.000 inwoners. En dat heeft ons aan het denken gezet. Het heeft ons aan het denken gezet daarbij volksgezondheid. We zijn met onze deskundigen gaan nadenken hoe lossen wij dit op kort termijn op. We hebben belast daarmee de directeur en die heeft een van onze beleidsadviseurs, de heer Noordzee, erop gegooid. En die is dan gaan praten, heeft ook zeker met VMS gesproken, gesprekken gevoerd. En hij is gaan kijken hoe kunnen wij dat de komende tijd oplossen. Met ook in onze achterhoofd studenten die vanuit onze MWI gaan stromen om straks arts te worden. En de Surinaamse studenten die zijn in de verschillende landen en die terug gaan komen en straks ook ingezet moeten worden in het Surinaams gezondheidssysteem. Dus onze eigen mensen. En toen zijn we tot de berekening gekomen dat wij met de bestaande mantelovereenkomst die de regering van Cuba en Suriname hebben en waarvan volksgezondheid ook een onderdeel is, hebben wij binnen die bestaande overeenkomst met de Cubaanse autoriteiten gesproken, met de onderminister van volksgezondheid was hier, en die heeft ons ook nog een duw in de rug gegeven door te zeggen, wij hoeven niet de prijs te betalen als vriend, als kameraad van Cuba, van Qatar, want daar voorzien ze bijna 70% of 80% van de gezondheidswerkers daar zijn uit Cuba. In elk geval, met dat in gedachten, zijn we aan het werk gegaan. En wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. De directeur heeft een inburgeringsplan opgezet, die door beleidsadviseur en zijn team wordt uitgevoerd. En dat is een 4 maanden inburgeringscursus. En dat houdt in een sociaal deel en een medisch deel. Ze zijn wel afgestudeerd, maar ze moeten onze systemen ook kennen.
En dat houdt in het medisch deel. Het sociaal deel houdt onder andere in de taal leren, hun uitleggen welke omgeving ze gaan. Hun een beetje Paramaribo laten zien. Ik denk ze zijn een van die dagen een rondwandeling door Paramaribo gaan maken. Ze zijn een beetje naar de markt gegaan. Want ze moeten ook voor zichzelf gaan zorgen als ze hier zijn. Natuurlijk gaan ze niet in Paramaribo blijven. Maar dan zien ze, ze maken kennis met onze bevolkingssamenstelling, et cetera, et cetera. En dat loopt de afgelopen 2, bijna 3 weken al heel vlot. Belangrijk is, wij gaan ze in de gebieden zetten waar er geen Surinaamse artsen zijn. En wij hebben ook met Cuba afgesproken, geen hard feelings, geen ruzie. Het moment dat er, ik noem maar een gebied op, we zetten permanente arts op Kuala Masamuto. Ik noem maar een willekeurig gebied hoor, want er is een speciaal schema waar ze naartoe gaan. En Kuala Masamuto krijgt sollicitatie, een arts van Surinaamse komaf wil daar gaan. Hebben we met de Cubanen afgesproken dat wij rustig de Cubaan terugtrekken. En binnen een maand, max 2 maanden, gaat dan de Cubaanse arts zonder problemen, zonder ruzie, dat is duidelijk afgesproken, terug naar hun land en we bedanken hun voor hun medewerking. Dus het is niet zo dat Surinaamse artsen door het ministerie van Volksgezondheid niet worden betrokken. Het moment dat ze naar de verre gebieden willen gaan, is dat sowieso een plus voor ons. En dan trekken wij de buitenlandse arts terug. De straat. Volgens de president heeft de regering die verantwoordelijkheid om ook de Surinamers in de vergelegen gebieden te voorzien van kwalitatief gezondheidszorg. Weet je welke artsen wij willen hebben? Wij willen artsen hebben die ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden. En dan willen we artsen hebben, want het zijn mensen, wanneer ze ziek zijn, moeten ze goede artsen zijn om ze beter te maken. En dan moeten we als derde punt de artsen goed betalen. En als vierde punt, de artsen moeten weten dat er ook Surinamers wonen op Alalapado of op Dritabetje. En we willen voorkomen dat we artsen hebben die zitten aan de Malibatrumstraat en te wachten tot mensen doodziek zijn en tonnen willen gaan verdienen. Dus laten we de zaak precies zeggen zoals het is. Want nu zitten we te kijken naar een 6.000 en 8.000. Geloof me, die artsen van ons lachen ons uit. We moeten ze meer betalen om naar het binnenland te sturen. En eigenlijk is die Cubaan tolerant. Ik zou jullie meer vragen. En als het aan mij lag alleen, had ik 500 Cubanen gebracht. Maar mina, ook je des maar toe. En ook faciliteiten gaan we daar moeten hebben. Gelooft u me? Dat proces waarmee ik bezig ben, waarmee wij bezig moeten zijn, is een lang proces. En dat hebben de voorouders van ons gezien. Daarom staat ook in het volkslied Streef, streef, onus en vrede. En er zullen allerlei vrome verhalen zijn om dit te voorkomen. Gelooft u me, we moeten dingen gaan veranderen hier in het land. En als wij, ik hier, u en ik woon op Leonsberg, maar gaat u proberen, ga een keer naar, laat maar een gek plaatsje noemen, ga maar een keer ik wil een mooi plaatsje opnoemen. Ga maar eens een keer. Mooi takkie. Eeuwardastiek. Weet je wat het betekent als een vrouw op Dritabetje gewoon naar een arts moet gaan voor consult omdat ze zwanger is? En we zitten niet aan die mensen daar te denken. En we betalen ons blauw aan verzekeringen. En we mogen desnoods meer betalen. Maar laten we ervoor zorgen dat de zorg bij die mensen terechtkomt. En laten we ons niet met laat me
rustig, laat me het rustig zeggen. Geloof me, we hebben een lange weg te gaan en we hebben echt wel de steun van alle Surinamers nodig. We hebben echt de steun van alle Surinamers nodig. Want er is veel en heel veel werk te doen in het binnenland. En zoals de artsen, als de onderwijzeressen, bewonder ik wanneer ze hun haven echt goed in de stad laten om ergens op Godo en ergens op You Just Name It, à la Paru te gaan zitten. En veel moeten we nog daarbij doen, want de mensen moeten ook wat kunnen doen aan hun studie. De mensen moeten in de zin van, dat is zoals distant learning, ze moeten wel wat kunnen doen aan internet en noem maar op. En veel, er is ook veel gedaan in de afgelopen periode. En ik hoop dat we dat soort zaken echt wel in de juiste perspectief brengen, in plaats van een beetje te draaien om het vraagstuk heen. Contact is iemand aan de straat. En ik vind dat je après pari, zijn kon naar IT91 320 potentie 891 30 40. Sorry me.